verzekeren. Die carambols recycle in de air. Die in de loop van dit toernooi won van Komori uit Japan. Van Valentijn, 3-2 slechts. De Nederlander, Gerwin Valentijn, altijd vechtlustig. Van de Duitse Rudolf en tenslotte in de halve finale van Zanetti. Zanetti die dus de man was die Jaspers klopte. De Saginaire heeft die 4 partijen gewonnen. En Blomdal heeft gewonnen van de Belg Forton, van een andere Belg Caudron met 3-2. Had hij matchpoint tegen van Tajdemir uit Turkije en van Bitali, de plotseling weer ouderwets sterke Fransman. Mooie bal van Saikineer. Gaat goed door. 5. Dat is tegenvallend. Terwijl we daar in de hoek gaan liggen. Moet hij toch waarschijnlijk wel van los spelen. Losse band, dus eerst de band en dan kijken of hij het doet. En hij is prima gestart, die Saikineer, in deze eerste set. 5 carambols. Dat is al 1/3 van de set. Veelbelovend deze finale, omdat Jaspers er al niet bij is, maar toch. Kijk, Jaspers hoort bij de beste 3 van de wereld. Hij is houder van de wereldbeker, die verliest hij nu aan Blomdaal. Maar hij heeft toch de laatste 4 jaar 2 keer die wereldbeker gewonnen. Hij is ook wereldkampioen geweest. Maar ik denk dat hij toch dit toernooi aan de stress een beetje bezweken is. En ook aan het feit dat Zanetti tegen hem een hele goede partij speelde, 2 miljoenen. Losse band, moeilijk, 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 moeilijk. Oeh, lekker. 6. Een goede mogelijkheid voor de 7e. Turkse biljarten erg in opkomst. Tajdemir is ook erg sterk. Yüksel, er zijn nog meer spelers. En dat allemaal onder leiding van deze buitengewoon begaafde 37-jarige Saikineer. Rondspeler. Ja, die zit erop. 7. Dat is al de helft van de set. Dat kan lekker hard gaan. Een paar maanden geleden hadden we in Heilo een wedstrijd tussen Jaspers en Blomdaal om 100.000 gulden met sets van 7 carambols. Dus er was nu al 1 set voorbij geweest in dit geval. Zo snel kan dat gaan als de positie een beetje aantrekkelijk is. Een beetje goed maakbaar. Van rood. Dit is toch wel vrij moeilijk. Laat hem achter de witte vallen. Achter de witte vallen en hij is goed. Dan moet ik toch vasthouden. Het valt een beetje tegen wat het blijft liggen. Zeker valt het tegen. Dus 8. Ik denk dat normaal gesproken hier wel het einde zal komen. Blom dan nog altijd op zijn stoel. 2 jaar ouder dan Saikineer, dus 39. En wat is dat toch een formidabele winnaar. Altijd maar weer. Matchpoint tegen Caudron. Overwint dat. 2-8 in sets. Wint toch. Ja, dat is een echte knokker. 8. Zit er nog meer in? Nee. Dat vrees ik al. En dan geeft hij niet zo'n goede bal weg aan Blomdaal. Beste start voor Saikineer in de eerste set van deze finale. Die altijd zeer in trek is bij het publiek. Hoogst staat aangeschreven bij de biljarters, omdat het een zeer goed georganiseerd festijn is. Een beetje moedeloze stoot van Blomdaal. Gaat die gele nou tegen de band liggen of niet? Hij ligt er niet tegen de band, dus hij heeft nog een kans, zei ik niet, om te scoren. Maar die rode die ligt vrijwel vast tegen de korte band. Dus dat is het gevaar. Als hij een beetje los zou liggen, dan zou het een stuk makkelijker zijn. Want als die rode maar een fractie die dik raakt, dan slaat hij weg en dan kan je het dus vergeten. Van wit is ook nog een mogelijkheid, dat gaat hij dan doen, want rood vindt hij te linken. Ja.
Nee. Hij houdt wel de ballen in de verdediging, dat is wel verstandig, maar het was toch geen haalbare kaart. En ook Blondal krijgt een lastige aanvanger. Blondal spreekt even met arbiter Maarten Oldenburg. Waar zal het over zijn? Ik kan het hier vandaan niet precies beoordelen. Het licht waarschijnlijk, heeft een beetje veel last van het licht. Ja, dat kan gebeuren. Hij zegt met zijn ogen naar het licht te kijken. In het licht te kijken. En hij heeft er nog een beetje last van, omdat dat was vroeger met Hans Vulter ook altijd zo. Die had ook altijd last van licht. En als je televisie goed wil maken, heb je vaak veel licht nodig. En dit is waarschijnlijk de hel voor Blomdaal. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Dan kan hij niet meer precies de ballen goed zien liggen. Nou ja. Kijk eens aan. Dat zal toch niet dat licht liggen. Nou, voor Zeikener een hele goede kans om verder uit te lopen. In de derde beurt. 8-0 voorsprong, dat zit er goed uit voor hem. Ik denk dat ze een beetje aan het licht gaan werken. Misschien. Nou ja, dat zien we dan wel. En Zeikener een stoot voor de derde beurt. Als hij zich maar niet laat afleiden. Dat gebeurt vaak. Het zijn van die dingen die... Ik zit een klos in. Uit de klos. In. Er zat een gevaarlijke klos in, maar die hield hij er net uit. Kijk eens nog eens naar die bal. Dan komt die rode aan. En die rode is net even langzamer dan die gele. Tempo is zo ontzettend belangrijk. Tempo. Het ritme. Snelheid. En de meeste biljarters hebben daar eigenlijk te weinig benul van. Die grote jongens die hebben dat in de vingers. Maar ja, zo is het met elke sport. Blomdaal voor nummer 10 van de eerste set. Staat op 9-0 voor. Pardon, Zeikener natuurlijk. Twee. Ja, ja. De tafel is lang. Meestal in het, als ze nieuw zijn, dan zijn ze erg lang en daar profiteren die spelers optimaal van. 11-0. Ik denk dat die eerste set wel goed zit voor Zeikener. Jammer dat hij dit jaar de wereldbeker niet heeft gehaald. Iedereen gunt het hem. Blomdaal natuurlijk ook, maar Zeikener, ja, dat is toch iets aparts. Ik had graag gezien dat hij het had gehaald. Nu Jaspers het niet heeft gehaald, net niet achterom. Kijk nog eens naar die bal. Er zit nog een klein gaatje bij die rode, maar... Dat wordt hem niet fataal. Het blijft lekker liggen. Je moet hem achter de witte spelen en dan proberen over vier banden. Weer lang maken dus. Ja, lekker lang. Vier banden. Tuurlijk. Vier. En nog drie. En nog drie. Vier kernbals. Loopt een beetje ongelukkig af. Kan hij nog achter die witte komen en een klos vermijden? Dat kan hij wel, maar of het ook gebeurt is wat anders. 12-0 voorsprong, het is toch wat. Het is in de eerste set. Dus dat is toch een rare gewaarwording. Het is zo vaak andersom. Hij speelt hem dus half door die witte heen. Die witte loopt weg, dat is goed, dat is goed. Dat is mooi gespeeld. Technische bal. Hij speelt die witte praktisch vol. Dus die gaat rechtdoor naar school en kantoor. En die gele gaat prima naar de rode. Nog twee. En nog steeds in de derde beurt. Dus dat is een hele goede set tot nog toe. Licht is wat minder, heb ik de indruk. En dan zou Blomdaal direct van een kiet mogen gaan in de tweede set. Aannemende dat
zei ik neer, deze set gaat winnen. 12-0. Het kan nog wel eens raar lopen hoor, want Jasper stond bijvoorbeeld tegen Rodriguez uit Peru in de eerste ronde met 14-3 achter in de eerste ronde. En die won toch nog met 15-14, dus dat kan ook allemaal. Lastige situatie, gaat hij verdedigen? Dat doet hij dus niet. Kunnen ze wit proberen te spelen naar de rode toe, dat doet hij niet. Hij speelt voor rood, hup, hup, hup. Nou, ik vind het mooi raak. Doet hij het ook? Doet hij het ook? Jongen, prima, prima. Het is mooi lang gemaakt en gewoon de aanval gespeeld. Ik denk dat menigeen hier in deze situatie bij 12-0 had gezegd, nou, ik sluit de tent en de volgende beurt kan ik hem dan misschien uitmaken. Nee, Blomdal maakt 13. Pardon, Saikineer. Ja. Saikineer maakt 13. Ook dit geen sinecure. Je zou zeggen intrekken van wit, maar er zit toch wel een flinke klos in. Hij moet die uitzien te houden en hij gaat hem heel goed intrekken. Hij kan het wel, hij kan het wel. Hij kan die witte wegsturen. Ja, die witte is weg. Hij doet het niet. Hij is wel heel goed verdedigd. Noteren 6, is hij nu. Nou zal bij 14-0 achter zal Blomdal iets moeten doen. 14-0 achter, losse band. Begin er maar eens aan. Hey, wat een balletje! Wat een balletje! Oh, 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 wat een schitterende bal. Laten we het nog eens bekijken. Is het geluk? Of is het meesterschap? That's the question. Dit is in ieder geval een goed maakbare. 2. Veertien, twee, achter. Die is soepel gespeeld. Die is snel genoeg. 3. Ja, Blomdal knokt nog even terug. Gaan we geel spelen. Uitkijken, de klos. Maar die haalt hij er wel uit. Ja, die is eruit. Ja, maar. 14-3 in Blomdal. 3. 14-3. Setpoint voor Saikineer. Goed maakbaar. Niet overdreven moeilijk in elk geval. De vierde beurt. Als hij hem dan maakt, dan krijgt Blomdal geen nabeurt. Dus die houdt dan gewoon zijn 3 beurten. En dat is namelijk zo bezet. Je hebt geen nabeurt. Waardoor er altijd een winnaar is. Dan kan je ook een gelijk spel kunnen hebben. Is hij lang genoeg? Is hij lang genoeg? Dat is hij. Oké. Eerste set voor Saikineer met 15-3. 4 beurten voor Saikineer. Nou, daar hebben we 16 minuten over gedaan. Dat gaat lekker snel. We gaan meteen door met de tweede set met Blomdal.
Nou, dan moet hij toch voor repliek dienen. En dat is hij wel gewend. Hij heeft dus in dit toernooi ook twee keer met 2-1 achtergestaan in sets. Tegen Caudron bijvoorbeeld, de Belg. En toch gewonnen. Wat dat betreft is dat de man die keihard kan terugslaan. En dat is ook de reden waarom hij al die jaren zo sterk is gebleven. En ook voor de 8e keer de wereldbeker heeft gewonnen. Ondanks de gang van zaken hier. Jaspers heeft 2 keer die wereldbeker gewonnen. Keulemans 3 keer, Raymond Keulemans, die oude verdette, 64 jaar. 1 keer Sang Lee, Amerikaan, en 1 keer Ludo Dilis. Dit is dus de 15e keer dat het erom gespeeld wordt sinds 1986. En 8 keer Blomdaal, ja, dat is toch meer dan 50%. Daar valt niks op af te dingen. Ik speel hem heel voorzichtig. Ik wil dicht bij rood eindigen. Bij rood of tegen rood. En nu heeft hij ook weer positie. Dat was ook de bedoeling. Als je mist is er niet zoveel aan de hand. En als je hem maakt dan heeft hij altijd wel weer een redelijke kans om de volgende te maken. Dat heet dan seriespel. Moet ook een beetje meezitten hoe je aankomt. Want dat heb je natuurlijk niet helemaal in de hand. Als je net tegen de witte aankomt of vol, en kan heel slecht blijven liggen. Hij moet links spelen trouwens, dat kan hij ook. Hij prikt hem er bovenop. Ligt die gele niet zo lekker daar vast, bijna vast aan de lange band. Dan kan hij kiezen voor een vijfbander. En ook proberen nog 3 banden te spelen om in te prikken. Ik ben benieuwd. Hij heeft er al 3. Dat wordt een 5-bander dus. Uit de klos, ja. Dat was het enige probleem eigenlijk. 4. Dit is niet lekker. 4 voor Blomdaal. Dit is niet lekker. Nog eens een keer die 4e carambol. Klos was eigenlijk het enige gevaar. Die rode ligt wel een beetje in de prairie, zoals Kermans wil nog wel eens wil zeggen. Dus een beetje het open veld, maar. Nee, dat is niks. Noteren 4. Dat is ook een hele moeilijke bal. De heer Blomdaal, 4. 4 in de tweede set voor Blomdaal, nadat hij de eerste set met 15-3 heeft verloren. En Saigenaire ligt met zijn speelbal vast tegen de korte band, dat wil zeggen een extra probleem. Ik kan hem niet echt lekker afstoten. Hij zit eigenlijk een beetje boven die bal en kijk, daar ligt hij. Die stippen. Dat is om het effect beter te laten zien. Nou ja, de spelers zijn er niet echt enthousiast over. Kellermans bijvoorbeeld zegt dat het de kwaliteit van de bal aantast en is er niet gelukkig bij. En Kellermans weet waarover hij praat. Als het over materiaal gaat. Maar goed. Het is 4-0 voor Blomdaal. En Saigenaire moet in de eerste beurt iets verzinnen. Die bal ligt slecht. Hij kan van wit proberen. En dan een soort halve harmonica. Dan gaat hij zijn losse band proberen. Achter de rode en dan naar de lange band wit. Dat zou een hele leuke zijn. Kan dat? Oh, oh, oh. Wat is dat een leuke bal? Van de Z-stone. En nou ja. Echt wel de moeite waard. Als hij speelde, maar de kans op treffen was klein. Geeft ook een moeilijke bal weg aan Blomdaal. Tweede beurt, 4-0 voorsprong Blomdaal. Weer verdediging. Kijk eens wat er ligt zeg. Ja, de jongens geven elkaar niks. En dat is de harde finale. Want je kan wel zeggen, ja, Blomdaal heeft de wereldbeker al. Maar zo'n toernooi winnen is toch iets bijzonders. Zeker voor Saigenaire, die pas 4 toernooien heeft gewonnen in zijn hele carrière. Waarvan 2 in Colombia. Maar ook voor Blomdaal, die
wil zo'n toernooi pakken. En dat is begrijpelijk. Bloemendaal, die overigens al 30 keer, u hoort het goed, een wereldbekertoernooi heeft gewonnen. Dit zou 31 kunnen worden. 30 van de 78. Dus 78 toernooien zijn er geweest in 1986. Losse band. Doet hij het? Jo. Mooi hoor. Moeten we nog maar een keertje bekijken. Het was echt niet makkelijk, die inval daar op wit. Tjoep. Knap. 4-1. Dus 30 van de 78. En Saikineer heeft de 4 gewonnen. Maar die is ja, eigenlijk de laatste tijd heel sterk geworden. De laatste twee jaar is ook Europees kampioen geworden. Kortom, zit in de top met Bloemendaal en met Jaspers. De grote drie zou je kunnen zeggen. Dat is bij het voetbal in Nederland. 2. Maar ik zei u al, er zijn meer grote spelers kort achter dit drietal. Jaspers, Bloemendaal, Saikineer. Ik noem maar Zanetti in ieder geval. Maar toch ook Nelin, Sanchez, Caudron, Bergman. Ja, Bergman die hier, de Nederlander die hier vroeg is uitgeschakeld. En op de 14e plaats in het algemeen klassement van de wereldbeker eindigt. Jaspers wordt derde. Zanetti wordt vierde. En Nelin, de jonge Deen, dat is een van de allerjongste spelers, 25 jaar. Die wordt vijfde voor Sanchez. En ook Sanchez is zeer jong. Dus je zou kunnen zeggen dat het drie banden nog een hele grote toekomst heeft. Gezien het feit dat verschillende jongere spelers zo dicht bij de top zitten. Ik noem dan Nelin, Sanchez, Haakseur is er ook wel. En dan de rest, dat zijn allemaal dertigers, behalve Keulemans. Die is dan 64, maar ja, dat is een fenomeen. Daar zullen we nooit over uitgepraat raken. Poepoe, dat is ook mooi geraakt hoor. Dat is heel mooi geraakt. Met dat kostgevaar erbij. Kijk nog eens naar die bal. Zeg. Hij pakt net dat hoekje en dan komt hij terug. Afgeremd als het ware. En dan is hij dood op die band en dan gaat hij precies recht naar rood. Nou, dat is meesterschap. Kees van Oosterhout daar op de achtergrond. Oude biljartmeester. Oud kampioen. Klassieke kunststoot onder andere ook. Maar ik een bandstoten, drie banden. Nationaal dan. Mooi lang gemaakt. Soepel, subtiel gespeeld. Saikineer die is toch echt een complete topper geworden. Vroeger dan had je toch bij hem dat hij van die wilde ballen stootte en dat hij... Dat heeft hij nog wel eens af en toe, maar daarnaast heeft hij ook een groot repertoire van zeer zuivere stootbeelden zoals Keulemans en Jaspers die vaak maken. Binnendoor, heel dun, heel dun. Als hij dik is gaat hij mis. Ja, die is mooi dun. Die witte ligt daar in de hoek. Ja. Een serie van Saikineer in de tweede beurt. Heeft ze al een serie van 8 gemaakt. Een 6 daarna. De eerste set. Kijk nog eens naar de bal. Geel. Die witte doet geen kwaad. En dit zal weer een losse bal moeten worden. Dus... Dat wordt allemaal uitgerekend op de punten van het biljart, de diamonds, dat is een systeem voor en de jongens beheersen zo'n systeem. En zeker met die losse banden is het wel makkelijk om dat even uit te rekenen. Waar moet ik de bal treffen om precies op de goede plek terug te krijgen? Moet je eigenlijk wel beheersen, wil je een topspeler worden? Ah, dat is wel ingewikkeld. Diamond systeem. Amerika ontwikkeld. Keulemans heeft er veel werk van gemaakt. Fransman Sigurd was een groot meester erop. Kijk, en het systeem, dat laat het nu afweten. Dat heb je met systemen. Had hij misschien maar gewoon op zijn gevoel moeten spelen, dan had hij er wel op gezeten.
Nou ja, wat is wijsheid? Daar heeft Jaspers ook vaak problemen mee met een losse band. En dan hangt hij tussen twee gedachten. Zit hij tussen twee gedachten? Zal ik hem bijvoorbeeld met het systeem pakken of mijn gevoel? En als hij dan. Dikwijls zit hij daarmee fout. Nou ja, 6-4 voorsprong voor Saikineer, tweede set. Zes, vijf. De speelbal ligt weer niet lekker. Die ligt tegen die korte band aan. Dus van Geel, dat op zichzelf lijkt het een eenvoudige bal van Geel. Maar hij moet hem nog een beetje geforceerd spelen. En dan is het toch een gevaar van een klos. Dat weet hij natuurlijk. Beter dan wie ook. Maar hij zal het wel proberen. Hij kan het ook. Een ruim repertoire. Een ruime afstoot. Oh, hij speelt hem heel subtiel. Dat is wel erg aardig dit hoor. Tegeneffect, ja, het is wel mis. Kijk, hij kon hem niets andersom spelen. En daarom gaat hij voor deze onorthodoxe oplossing, waarbij de verdediging wel intact is. Maar het is toch eigenlijk een bal die vrijwel nooit zo gespeeld wordt. En hij is dan ook iets te kort. Nou, er ligt niks. Niks aantrekkelijks. Hij gaat het wel proberen natuurlijk. Hij moet wel. Wat is dat nou van bal? Kijk toch eens. Kijk toch eens. Haalt hij het? Haalt het niet. Hij klost trouwens. Nee, hij klost niet. Maar hij heeft wel het geluk. Of het geluk is het ook weer niet. Maar hij geeft wel een hele zware bal weg. Dus die partij tussen Blomdaal en Saikineer. De finale van het zevende wereldbekertoernooi. Het laatste wereldbekertoernooi. Is van hoog niveau. Zowel aanvallend als verdedigend. De jongens proberen wat, ze doen wat. Het is moeilijk. En ze laten wat zien. Achter de rode losse band. Ja, briljant. Hij kon hem nog net achter de rood krijgen. Dat zien we nog een keer. Achter de rode. Ziet. Twee keer de lange band. Dus eerst kort, dan twee keer lang en dat is karambol. Het kon net, het kon net. Met het effect kon het net. 6-6. Intrekken van Geel. Klosgevaar misschien. Uitkijken. De jongens weten zo goed waar bal 2 blijft. Dat is ook het geheim van snoeker natuurlijk, bal 2 sturen. Dat weten deze spelers ook goed. Niet te lang. Niet te lang. Ja. Het is ook weer een lastige. 6-6 naar 4 beurten. Dat wil zeggen, Saikineer heeft nog een beurt goed. Die heeft pas 3 beurten gespeeld. Dus dit is te doen. Dit is te doen. Een paar keer de lange band. Misschien 1, 2, 3 keer. Die rode kan die wegsturen. Hij moet niet achter de witte verdwijnen. Dus niet in het gat vallen, maar een goede kans. Lang, lang, kort kan ook. Lang, lang, kort. En dat is niet goed. Ja. Ik denk dat Saikineer in dit geval, die ben ik, toch 3 keer de lange band had moeten spelen. Wat veiliger geweest. Nou ja, 6-6 blijft het na 4 beurten. Dus Saikineer heeft er 6 gemaakt en 3 nullen in deze set. Blomdaal won dus 2 keer in Oosterhout, 1993 en in het jaar 2000, dat was vorig jaar, won hij ook. Toen won hij de finale van de Deen Nelin in 2000.
Jaspers heeft dit toernooi 3 keer gewonnen. Helaas dit keer niet. Ja, je kan niet alles hebben. Saigineer is nog nooit verder gekomen dan de halve finale, behalve dan in dit toernooi. Zit hij in die finale en dan maakt hij ook een zeer reële kans. 1-0 voor sets en nog altijd een goede kans in de tweede set. Dus je weet het nooit. Hij gaat weer van losse band achter de rode. Nou, dat is een brutale hoor. Brutaal. Goh. Wat een leuke. Half dik gespeeld. En ja, de meeste biljarters, ook deze jongens, hebben daar schrik van. Het moet zo precies zijn. En, ah, hij stoot erop alsof het een appeltje eitje is. Nou ja. Lange bal. Enig klosgevaar. Dat is er wel uit, dat klosgevaar. En positie. Positie. Speelbal ligt niet zo best. Ligt bijna tegen de band aan. Dan zou die heel makkelijk zijn. Voor een speler als Blomdaal. Woont in Duitsland, Stuttgart. Duitser getrouwd. Saigineer, die woont in Istanbul. Die komt regelmatig over om competitie te spelen in Nederland. De Nederlandse competitie, zijn alle toppers in aanwezig. Een unieke competitie zou je kunnen zeggen op driebandengebied. Alle grote spelers komen wekelijks uit in die competitie. En het aardige is dat Blomdaal en Saigineer in één en hetzelfde team zitten. Dus Blomdaal is kopman van het team in Heeswijk, dat is het Van Wanrooy team. En Saigineer is tweede man. Ja, dat is een hele sterke ploeg. Hoewel ze niet bovenaan staan. Christel Kelly staat bovenaan met Codron. En Jasper staat met zijn team op de tweede plaats. Ja, dat zit er ook al op, denk ik. Zijn die rondspeelballetjes. 5. Dus 11. 11-6 voorsprong voor Fried Blomdaal. Weer een rondspeler. Positiespel is uitstekend. Ja, mooi gespeeld hoor. Heel voorzichtig. Er zit al een beetje klosgevaar in namelijk. 6. En nog 3. En nog 3. 7-6 in de vijfde beurt om Blomdaal. Ik speel hem lang naar de kop van de tafel, dus rechtsbovenaan. Daar gaat hij. De zwieper. Huppa. Even. Dat is toch wel een specialiteit, die klapstoten. Met veel kwaliteit en kracht over de tafel gaan. Worden afgestoten. Nou, dit is een rondspeler die kan normaal gesproken niet mis. Die kan hij niet missen. Recht achter de bal. Vlakke keu. Totaal in balans. Al die dingen zijn goed verzorgd. 8 en nog 1. Nou, dit is nog niet helemaal gemaakt hoor. 14-6 voor Blomdaal met nog 1 punt te maken dus. Voor een 1-1 stand in sets. Nou, speelt het door rond. Uit de klos. Ja, het tegeneffect. Ah, mooi bal. Mooi bal. Veel rechtseffect in de hoek. Gaan we nog maar een keer kijken naar die bal. Heel erg mooi bal. Lange band. Hij speelt nu eens de lange band met contra-effect, kort band en terug. Ja. 7-9 tot slot in de vijfde beurt. Dus de eerste set gaat in 4 beurten. Wint Saigineer. Tweede set in 5 beurten. Wint Blomdaal. Stand 1-1 in sets. En wij sluiten even af en komen bij u terug. Met het vervolg van deze finale om de Wereldbeker 3-banden in Oosterhout. Goed, dan gaan we naar de Wereldbeker.
Ja, lekker spel, mooi losse banders. En dat is 2. De positie is nog aanwezig voor de derde. En daar heeft hij ook de eerste set mee gewonnen. Die zei ik niet, hè? Met van de Kiet te gaan met 8. De hoogste serie is 22. En dat kan natuurlijk niet in een set, want het loopt maar tot 15. Maar... En Blomdahl die heeft dus een partij gespeeld van 50 kamballs in 9 beurten. Dat is ook een record. De hoogste serie, ja, eigenlijk officieel is 28 van Blomdahl, maar van Komori, de Japanner. En later geëvenaard door Keulemans. Dat zijn dan even van die dingen die een driebander graag hoort. Nou. Te lang. Foutje. Ja, foutje. De bal had er eigenlijk op moeten zitten, maar toch even iets te lang. En dat zijn die kleine dingen. Zal Saikineer niet lekker zitten. Die bal had hij graag meegepakt. Want dat was een heel goed maakbare bal. En hij voelt dat Blomdahl sterk is. Gezien die 5 beurten in de derde set met de tweede set. Met een serie van 9 tot slot. Dus Blomdahl heeft weinig ruimte nodig om zich te manifesteren. Hier moet je toch even goed kijken, want... Hij kan hem nog dik aanspelen op geel. Lange band, kort, lang. Hij speelt hem binnendoor, hij kan hem dus niet dik aanspelen. Dat kon hij niet, dacht hij zelf. En hij raakt de bal wel, maar het is een tweebander. En eigenlijk een... ja... oplossing die niet veel voorstelde. Zo'n bal binnendoor is bijna onmaakbaar omdat de rood praktisch tegen de band ligt. En dan moet je die derde band nog zien te krijgen. Nou, dat is een kans van, laten we zeggen, 1 op 20. Als die rode wat losser ligt van de band, dan heb je een gaatje en dan kan je die bal erop drukken. Maar ik denk dat Blomdahl geen andere mogelijkheid zag. Dus het blijft 2-0 voor Saikineer. De eerste beurt. De tweede beurt zal een losse band worden. Komt hij aan. Speelt hem heel zachtjes. Juist. Wordt niet zo moeilijk, hoor. Veel inval. Hij had ook op de klos nog gekund, bij wijze van spreken. Hij snijdt hem dus, die laatste bal. En hij heeft geluk dat hij door kan gaan, zei ik neer, want... Hij had in de eerste beurt bij 2 een foutje gemaakt en hij kan dat nu dus min of meer repareren. Hij kan dun nog van wit, denkt hij. Zo dun dat hij rood niet raakt. Of kan dat niet? Er geldt hier ook een tijdregel, meen ik, van 60 seconden, maar dat is helemaal niet aan de orde. Die mensen zijn zo snel, die hebben de klok niet nodig. 2. Twee. 4-0 voor. Je zou zeggen van wit. Misschien binnendoor van wit. Toch nog een beetje een linkerbal. Aarzelingen bij Saikineer. Ja. Gaat een beetje intrekken lijkt het wel. Hij speelt hem diep. Ja, trekt hem in. Achterom. Dat gevaar zag je zitten. Dat is al de tweede keer dat hij balletje achterom speelt. ...4-0 stand. Blomdahl heeft een kans om wat terug te doen. Dat heeft hij altijd, maar... ...ik denk dat deze bal toch wel aantrekkelijk voor hem is, min of meer. Eigenlijk ook een beetje Jaspersballen dit. Je speelt Jaspers graag. De zuiverheid nodig hebben, precisie.
heel nauwkeurig afstoten. Lekker op die band laten vallen. Dan hup, kerbal. Of achterom. Ook achterom. Kevin? Ja. No. Hey, Blomdaal. Daar hebben we dus drie van gezien nu. Twee van Blomdaal en één van... twee van Saigonier en één van Blomdaal. En een goede bal voor Saigonier. Nu, in de derde beurt. Goeie armhoekstoot. Gewoon voor wit. Rechtsom. Dubbele kans. Eén. Dus goed gespeeld, goed in de positie. Rood gaat er een beetje ongunstig liggen. Dat is ook weer het geluk. Als je een bal goed in de positie speelt, kan het toch tegenvallen. We zien dat nog een keer. Die vijfde keer een bal van deze derde set. Vijf-nul. Oh, een lekkere stand voor Saigonier. Reist elke week van, als er competitie is, van Istanbul naar Heeswijk Dinter. Ja, je moet dat doen, die Nederlandse competitie spelen, want hij is te lang. Ik zou kunnen zeggen te kort, maar in ieder geval gaat hij er flink langs en het blijft bij 5-0. Dus iedere week reist hij van Istanbul naar Heeswijk en ik heb de indruk dat hij daar toch een beetje moeite mee heeft om dat steeds weer te doen. Hij heeft ook twee lokaliteiten in beheer, in biljartlokaliteiten in Istanbul. Dat kost natuurlijk ook veel tijd. Maar het zou voor hem goed zijn, ik denk het tenminste, dat hij in Nederland blijft spelen. Ook al omdat hij dan altijd tegen die sterke spelers komt. En hoe meer je speelt, hoe beter het is. Losse band voor Blomdaal. Zeer lastig, zeer lastig. 5-0 achter. Nee. No. Dat was niks. No. Vierde beurt breekt aan voor Saigonier. Een paar foutjes gemaakt beide in deze set. En in de eerste twee sets liep het allemaal toch wat vloeiender, makkelijker. Nu gaat de spanning denk ik een beetje toenemen. Hij maakt hem heel lang met heel veel effect. Ja, dat is wel een leuke oplossing. Eén. Hoppa. Het effect op die laatste band, dat moest het hebben. Dan gaat hij helemaal weg en die rode die loopt mooi over, daar heeft hij geen last van. En dan komt hij aanschieten met het effect naar weer toe. 6-0. Je zou zeggen, hij kan nog net achter de rode, heel dun. Heel dun achter de rode. Dat moet toch kunnen, zou je zeggen. Hij gaat het ook proberen. Hij is toch bang dat hij de derde band niet haalt. En dan krijg je die twijfel en dat is meestal funest. Kan niet of kan niet. Een veel alternatief heeft hij niet. Je zou kunnen zeggen losse band, maar dat is ook een kleine kans. Dus hij kan hem ook intrekken. Lang, kort, lang. Hij schiet hem. Ach, doet hij nou zeg? Nee, die haalt het niet. Of haalt hij het wel? Of haalt hij het wel? Nee, haalt het niet. Of haalt hij het wel? Hij haalt het wel. Tjonge, wat een fantastische bal. Trekstoot. Even het laken schoonmaken, want kijk eens aan hier wat hij hier doet. Nou, die kan je zo in het klassieke repertoire zetten aan de kunstnoot hoor. Dat is goed voor een 8-punter. 7 punten zou ik zeggen. Maar in de 3-band is het gewoon een carambol. Ik dacht dat hij te langzaam was, maar... Nou ja. Dat is echt Saigonier op zijn best. Dit soort ballen. Waanzinnig. Die is wel degelijk hoor, dit is wel weer degelijk. Een degelijke bal. 3. 8-0. Dat is een moeilijke bal, speelde hij daarnet en dan nu betrekkelijk eenvoudig.
Speelt er nu ook heel subtiel, heel rustig. A la Jaspers, zeg maar. En dat is dan toch wel de complete Bloemdaal zoals ik hem eerder heb geschilderd. Dun langs rood. In de lange hoek. Vol erop. Vier. Bieter Ger Mosman. Daar. Nou. 9-0 voorsprong. We zagen neer. De derde set. Wat een prachtige bal was die tweede kernbal. Dit is moeilijk. Schieten witte door als het ware. Uit de klos. Ja, wit is weg. Wit is weg. Oké, echt mooi hoor. Het lijkt niet zo moeilijk deze bal, maar die is echt moeilijk. Hij houdt die witte precies als zij van de rode. Daar weet die klos te vermijden. Kijk, die witte die loopt daar keurig weg. En dat was allerminste sinecure. 10-0 voor. Saikener weer helemaal los in de vierde beurt van de derde set. Maakt hem mooi lang. Mooi lang. Veel effect op de laatste band. Te weinig. Toch nog te weinig effect. 10-0 voorsprong. Blomdaal, vierde beurt. 3-0 achter elkaar in de eerste drie beurten. Schiet hem half door. Eén. Kan net. Dankjewel. Ligt niet lekker. Rooij ligt daar vrij ongunstig tegen de lange band aan. Er zit bijna geen band tussen. Als je daar wilt treffen, dan maakt hem lang van rood. Rood gaat overlopen. Moet heel goed geraakt worden, anders zit er een klos in. Hij maakt hem nog mooi lang. Rood loopt weg. Technisch erg sterk. Dus vooral het wegdrukken van die rode is daar het probleem. En dat doet hij eigenlijk feilloos. 10-2. Ook mooi geraakt. Drie. Bier ligt het spel wel slecht. Aan de lange band en hij is niet tevreden over wat hij nu krijgt. Ja, ik kan hem misschien nog net redden, maar het is niet makkelijk. Maak hem lang van geel. Lange band. Korte band, lange band. Geel loopt weg. Ja, dat is goed. Ik kan hem dus nog goed aanspelen en nou ja, nu heeft hij een betere positie. Hij moet nu ook wel, want 10-4, ja. Saikener heeft misschien nog maar 1 of 2 beurten nodig. Goed van rood. Klein kansje dat hij achterom gaat, maar die kans is niet al te groot. Fijn. 10-5. Nog steeds voor Saikener.
Sterk antwoord toch van Bloemendaal op zijn stand. Haak hem diep onder in de bal. Veel rechts effect. Trekt hem in. Is ook goed. Zes. Nou, eigenlijk geef je daar niet eens veel effect aan. Dat is niet eens nodig. Als je maar goed diep raakt, dan komt hij vanzelf naar de rode toe. Zes. Doorschieten die rode en dan snijden. Lange wand, korte wand, lange wand. Alles doorschieten, rood is weg. Zeven. Positie is goed, nog steeds. Dat is de kracht van spelers als Blondaal en Saigineer en ook Jaspers. Dat ze een serie kunnen maken. Kunnen een paar beurten niks maken. Misschien wel vier, vijf beurten, maar plotseling maken ze die serie. En dan in een set van 15 is dat wel doorslaggevend. Drie banden zien te halen, dat is punt. 1, 2, dan komt de derde band. Ook goed. 8. 10, 8. Snijden van rood, denk ik nu. Of gaat hij van geel? Dat kan ook. Ik ben benieuwd of Blom dan nog lang doorgaat. Hij speelt van geel trouwens. De hoek links. Voor hem rechts. Nog lang doorgaat Blondaal. Ik denk het wel. Het is nog wel een paar jaartjes. Een jaar of 4, 5. Zal doorspelen. Heel veel effect op het eind. 9. Dat is de kracht van de bal. Gaat geel liggen. Geel. Ja. 9. 10 zit er ook dik in. Dan zou hij gelijk komen. Kan als een beslissende set worden. Het is nog niet. Afgelopen naar deze set, maar wie deze set wint, denk ik toch een hele goede kans maakt. Een soort zevende game bij tennis, zeg maar. Speelt hem rood, dus laat hem op vier banden. 1, 2, 4 banden. 10. Kijk, dat ligt prima. Vijf banden nu, of zes zelfs, eventueel als je nog de korte band daar krijgt. We gaan hem lang spelen. En dat is over het algemeen een hele goede serie stoot dit. Als je die goed speelt, dan heb je er nog één. Een beetje schaken, hè, dat biljarten tegenwoordig. Dan rolt dat een beetje ver door eigenlijk, voor het goede. Tja, hij is mis. Hij is mis. Dat zien we nog een keertje terug, denk ik. Deze. Opvallende missen. Het laatste moment. Ik denk, kijk, die rode loopt eigenlijk ook niet helemaal naar wens. Maar goed, klos hij er niet in. En dan valt hij precies in de rookie. Tjonge, tjonge. Daar zal Saigineer wel tevreden over zijn, over deze ontwikkeling. Want nu krijgt hij weer een kans. Het leek er een beetje naar te zien dat Blondaal de finish ging. In één beurt. Niet in één beurt, maar in de vierde beurt. Dat zou ook geen auto hebben opgeleverd hoor, die 15 eventueel, want dat moet in de eerste beurt gebeuren. Is niet te lang, is niet te lang, best lang. Dus die ballen die hij eerder wel heeft gemaakt, dit soort ballen, die laat hij nu toch even liggen. Dat was ook niet makkelijk, maar. Er is nu een nieuwe fase ingetreden, 10-10. Ballen schoonmaken. Ze zit een beetje vuil op de bal, zegt Blondaal, geloof ik. Die gele bal.
Op die witte. Kijk, een beetje vies, die gele. Je kunt het niet doen, dat is toch geen. Oh, nee. Ja, daar zijn die spelers allergisch voor. Als ze wat zien op een bal, dan denken ze, jezus, die bal is vuil. Dan gaan ze daar aan denken, dan kunnen die... Dat leidt af en psychologisch... Nou ja, het ligt alweer goed. Dus het zal wel meevallen. Pieter Morsman. Met zijn handschoentjes aan, of niet? Met nou een papiertje. Wij deden het altijd in een mooie schone zakdoek, maar ja. Dat moet wel een zakdoekje zijn. De ballen liggen er weer. Dat is de speelbal, die witte. Dat is de speelbal van Blomdaal. Schone ballen zijn ontzettend belangrijk bij biljarten. Je ziet de stippen. Alles naar tevredenheid, 10-10 stand. Lang, hij verdedigt, boven niks. Hij zal een losse band moeten spelen nu, zei ik neer. Of we moeten de trucendoos anderzijds kunnen opentrekken, maar de losse band is trouwens ook niet veel, want dat ligt hopeloos, echt hopeloos. Het zijn van die ballen die komen voor dat je denkt, nou, wat moet je daarmee? Is natuurlijk altijd een oplossing mogelijk, maar de kans op een succes, op een treffer, is minimaal. Hij speelt losse. Kort en dan invallen op, zou ik zeggen, op wit. Nou ja, hoe moet dat? Nee, dat doet hij niet. Nooit. Heeft hij geluk dat het zo blijft liggen? Nog steeds 10-10. Dit is de zesde beurt. En ook Blomdaal krijgt een lastige. Maar die heeft misschien een mogelijkheid. Misschien hoor. Kijk, die speelt ook losse band, denk ik. Lang, kort en dan via de rode naar de gele. Nou ja, kan natuurlijk wel, maar moet niet dik zijn, dan gaat hij mis. Nee, dus hij raakt me helemaal niet. Hij dacht waarschijnlijk ook, laat ik hem niet te dik maken, het maakt hem te dun. Zevende beurt begint voor Saigineer. Nog steeds bij de stand 10-10. En dit is een goede trefkans. Een goede mogelijkheid om te scoren. We kunnen een wit spelen, lang maken naar de heel veel effect. Kun je zeggen dat het makkelijk is, maar hij is goed maakbaar. Gaat hem op een speciale manier spelen trouwens. Beetje half op de klos. Gaat hij in de hoek? Ja, zie je, dat is het. Blijft gelijk. Ja, die jongens hebben nou toch al vijf keer gepoedeld. Om maar eens een caféterm te gebruiken. Dus een nul laten noteren. Saigineer drie keer, Blomdaal twee keer. Ook mis twee banden. Opening van Saigineer nu. Misschien. Tien-tien. Beide spelers hadden al 10-10 na vier beurten. En na zeven beurten ongewijzigd de stand. En in de achtste beurt voor Saigineer. Zo kan het dus ook gaan in sets. Je denkt van, ja, die jongens kunnen...
twee, drie beurten uitspelen. Ja, dat kunnen ze wel, maar het kan ook wel zo lopen dat ze er een lange tijd over doen. En dan moet je als tegenstander altijd maar je aan vastklampen. Je krijgt altijd wel kansen. Uit de klos, dat ziet er gezond uit. Dat is ook niet moeilijk. Moest even uit de klos blijven gehouden worden. 11-10 voor Saigoneer. Je ziet dat nog eens. Nou zal hij weer van rood moeten spelen en dan iets achter de witte zien te komen. Maar dat is toch wel een stukje lastiger. Het ziet er goed uit. Nee, het ziet er niet goed uit. Kijk, 11-10. Spanning neemt toch wel toe. Kun je merken aan de die verspelen. Intrekker, derde band. Oeh. Mooi ingetrokken, maar ja. Pak nog net die rode. 11-11. Wat nu? Geel ligt er ook niet lekker in die band. Die laat hij eigenlijk liever liggen, maar ja. En laat hem daar liever liggen, maar de rood valt niet veel te versieren. Hij had toch misschien wel voor geel moeten. En dan is een hele afstand en om dan nog die derde band te halen, dat lukt hem dus niet. Hij gaat hem toch van rood spelen. Heel hard, denk ik. Kijk eens hoe hard. Wat een oplossing. Leuk hoor. Ja, maar. Toch een hele mooie bal, maar 0 punten. Die gele ligt maar een klein stukje uit de hoek, maar dan valt hij precies in die hoek. En de gele is de bal van Saigoneer. Die krijgt het nou zwaar voor ze kiezen met deze bal. Ik kan een soort harmonica proberen, maar dat valt er ook niet mee. Hij zal het wel doen, dat kan niet anders. Lang, lang, kort of weer lang. Een van de twee. Lang, lang, lang. Klos, klos. Oeh, bijna een zwijntje. Bijna een zwijn. Blijft 11-11. Klossie kan je in zo'n omstandigheden wel gebruiken, een geluksballetje, want het is wel niet de bedoeling, maar wel lekker meegenomen, mazzelballetje. Nou ja, goede kans om hem dan te scoren. Maakt hem lang. Maakt hem te lang, hoe is het mogelijk? Daar zijn we toch een beetje verslag af. Kijk, en dat is het gevolg van die moeilijke ballen, die lastige ballen. Iedere keer net mis, net niet. En dan krijg je dus een vrij eenvoudige bal. En dan is de afstand toch minder solide dan hij was. Dat is het leven van een miljarder, vol onzekerheden. Je weet nooit wat er gebeurt, hoe het gaat. En dan moet je altijd maar weer psychisch bestand zijn tegen de omstandigheden. Die kunnen zo ontzettend lastig en tegenvallend zijn, dat je eigenlijk een hele sterke man moet zijn, geestelijk, om dit te doorstaan. Een kampioen te worden. Saigoneer. Nee, nog een klos, nee. Het was een onmogelijke bal en die heeft hij ook niet. Ik
kunnen maken. Het blijft 11-11 en we gaan naar de tiende beurt van Omdal. Je zegt een set op leven en dood. Ik denk dat hij deze wint ook de partij gaat winnen en het toernooi gaat winnen. Zo hebben we twee hele goede sets gezien van 4 beurten en 5 beurten. 1 door Saigonnet gewonnen, 1 door Blomdaal. En dan nu 10 beurten. Moeizaam spel, zwaar spel, mooie missers, lelijke missers. Nou ja, gewone biljarten, zeg maar. Wie komt het eerste uit de problemen? Mis. Nee, mis. En wat een verdediging. Het is verschrikkelijk wat daar allemaal ligt. We gaan naar de 11e beurt van Saigonnet. Saigonnet krijgt een nieuwe, werkelijk hopeloze bal voor zijn neus. Ik zou zeggen, zou kunnen zeggen, misschien kan hij van de losse band iets proberen. Nee, hij overweegt van alles. Ja, het zal toch wel losse band worden. Doet hij losse band? Komt hij van wit of komt hij van rood? Komt van wit, maar gaat niet goed. Nee, niet goed. 11 beurten. 11 carambols voor Saigonnet. Hetzelfde voor Blomdaal. Die heeft nog een beurt nu. En die heeft eindelijk, zou je zeggen, weer een hele behoorlijke aanvoegstoot. Heeft hij net ook al gehad, maar... Hij heeft een serie gemaakt van 10. En 9 poedels. Ongelooflijk. 1-17 en eentje en nog 9 poedels. Even kijken. Dat moet toch wel raak zijn, of niet? Klost, rood, ja, weer mis. De scherpte is er vanaf op dit moment. Onzekerheid troef. Een beetje passiviteit. Lauw. Moeizaam. En dan zie je twee kanten van zo'n speler. Losse band achter de rode. Dus 2 keer korte band. Dus lange band, korte band, rood en korte band. 1, 2, korte band. Just. Just. Poeh, de positie valt tegen. In het algemeen krijg je een betere bal in zo'n geval, maar hij moet hem intrekken van rood en ligt er vlakbij. 12-11 voorsprong. Kan dat? Kan hij die bal intrekken van rood? Ligt er zo dichtbij, dan wordt het bijna een zweepslagstoot. Maar het kan nog wel, denk ik. Zeker voor Saigonnet, die had toch wel een bijzondere oplossing. Hij trekt hem half in. Haalt hij de hoek? Haalt hij de hoek? Ja, ja, dat doet hij. 2. Dat kon dus heel goed. En nog 2. 0-3. Nee, nog 2. 13-11. Ik kan hem intrekken. Het nadeel is dat zijn eigen bal, waarmee hij dus speelt, zo dicht bij die band ligt. Hij kan moeilijk eronder komen. En dat moet toch? Boven het hart is niet gunstig. Hij trekt hem half in en kan hij niet achterom? Kan hij niet achterom? Ja, hij gaat achterom. Daar zit het een beetje tegen. De bal is toch leuk geraakt, dus degelijk geraakt. Maar er zit een klein gaatje achter die rode. Bij die rode en daar gaat hij precies in.
13-11. Voor Zaïguinair, derde set. Cruciale set. Monikaatje. Hij krijgt een goede bal daarna waarschijnlijk. Vrij goede bal. Binnendoor. Daar komt hij aan. Niet te lang. Ah, goede dikte en vrijwel zonder effect gespeeld. Goed uitgemikt. Geen effect, want als je effect hebt, wordt hij te lang. Nou is hij precies goed. 13-13, nog twee. Oelondaal. Snijstoot. Stootje. Rustig spelen. Beetje dun. Ik denk dat Jaspers die bal had gemaakt. Ja, dat is natuurlijk onzin om dat te zeggen, maar zo'n balletje. Een snijstootje met een beetje effect. Dat beetje kaderachtige, zeg maar. Dat is toch een. Blomdal is dat niet zo toevertrouwd. Hij heeft het voordeel dat hij werkelijk helemaal niks weggeeft aan zijn tegenstander. 13-13 gelijk in de derde set. Kan geen gelijk spel worden, want er is geen nabeurt. Dus wie uitmaakt, wint deze set. Zeg je neer. Heel zwaar, heel zwaar. Hij verdedigt terug. Meer kan hij niet doen. Hij verdedigt gewoon terug. En dat is niet onverstandig. Want hij kon eigenlijk niet anders. Dat is echt ook groot meesterschap op dit gebied, defensief. Mensen zien liever aanvallend spel, maar je kan op zo'n set bij 13-13... mag je ook geen risico meer nemen. Kan er misschien toch nog. Lang. Lang, lang, nee. Toch, met tegeneffect. Ja, prachtig. Ja, het is niet overtuigend dat je het zo doet, maar het kan inderdaad door dat contra-effect. Hij maakt eerst de lange band, dan komt hij op de korte band, zien we nog eens terug. In plaats van de lange band en dan terug via de lange band. En ja, het is werkelijk een ingenieuze oplossing. En het kan, maar je moet heel goed kunnen stoten. Je moet ook snelheid aan die bal houden. Want als je kan die bal wel zo'n beetje in die buurt stoten. Maar die snelheid die moet in orde zijn. En dat was in dit geval bij Blomdal. Die setpoint heeft 14-13 in de derde set. En wat heeft hij dan die set nog mooi uit kunnen maken als hij hem nu uitmaakt. Hij speelt hem in ieder geval naar rood toe. Dus als hij mist, heeft hij niet veel weg. Peert kort, lang, kort. Kort, lang. Hij is te lang. Hij is misschien niet te lang. Hij is goed. Twee? Ja, perfect. 15-13. Voor Blomdal in de derde set. Hij leidt in sets met 2-1 tegen Zaïguinair. En je ziet nog een keer de laatste bal die hem die overwinning bracht in de derde set. En we gaan meteen door naar de vierde set. En als Blomdal die wint, wint hij ook het toernooi. Dan zou hij de 31ste toernooi, wereldbekertoernooi in zijn carrière winnen. En kroon zetten op zijn seizoen voorlopig. Dit seizoen. Het seizoen is nog lang natuurlijk. We krijgen nog een vijftal maanden
de competities en zo. En ook met andere toernooien, maar op de wereldbeker. En het seizoen zou hij dan een kroon zetten. En dan zou hij voor de 8e keer niet alleen zijn wereldbeker winnen, maar ook nog eens het toernooi. En dan zou hij deze cyclus van de wereldbeker zou hij zijn 4e toernooi al winnen. Hij heeft 3 toernooien gewonnen in deze cyclus van 7 toernooien. Saikkinen heeft er 2 gewonnen en Jaspers 1. En Saikkinen kan dus op 3 komen. Maar als Saikkinen verliest, komt Blomdahl op 4. En dan is Blomdahl dus de koning van dit seizoen. En dan volgt hij Jaspers op, die de laatste wereldbeker in 1999 won in de finale. Met Teriaga, Portugees. 4e set. Twee. Een opluchting voor Blomdahl dat hij toch die derde set nog kon pakken. Via die serie van 10, want dat is eigenlijk de doorslag geweest. Het was in de 4e beurt 10-0 voor Saikkinen. En dan komt Blomdahl met de serie van 10 aanzetten. Daarna heel veel verdediging, heel moeilijk spel. Misses. En tenslotte de 15e voor Blomdahl in de 13e beurt. Dus lange set. En nu de 4e set. Je hebt kans dat Blomdahl nu weer een stuk meer ontspannen zijn werk gaat doen. Zo, die draait er mooi mee. Had hij niet opgerekend, denk ik. 2-0 voor Blomdahl. In de 4e set. Arbiter Maarten Oldenburg uit Schagen zie ik daar. Die fluit zijn laatste toernooi. Nou ja, fluiten. Laten we zeggen Leiden. Hij leidt zijn laatste toernooi. Dat is het jaar lang gedaan en met veel overtuiging. Maar hij vindt het nou wel genoeg. Wat ik me kan voorstellen. Saikkinen. Er zit een gat bij die rode. Het is meer eigenlijk verdediging. 0. Ik denk dat Saikkinen toch teleurgesteld is. Na die 10-0 voorsprong in de derde set toch nog de boot ingaan. Daar word je niet vrolijk van. Maar ja, dat is het leven van een biljarter met het setspel. Je moet iedere keer weer proberen om tegenslagen en teleurstellingen te overwinnen. En Saikkinen weet er alles van, hoe dat moet. De eerste beurt Blomdahl in de 4e set. Mooi gehouden zeg. Jongen. Ik vond hem mooi gehouden. Hij is wel niet raak, maar je ziet hoe moeilijk dat is. Loopt slecht af voor Saikkinen. Dat had heel goed af kunnen lopen met een driehoekje voor hem. Maar die gele ligt zo dicht tegen wit. Net los. Als ze vast liggen, dan moeten ze op de kietpunten die ballen. Had hij misschien wel liever gehad, want het ligt net los. En dan moet je nog eens kijken of je daar nog wat van kan bakken. Saikkinen. Hij speelt hem wel mooi. Hij speelt hem echt mooi. Nou ja. De verdediging was weer verzorgd trouwens, als hij had gemist. Kijk nog eens naar die bal. Kort en dan nog eens die korte band. En dan die lange band. Dan een rood, ja. Het zijn hele gave oplossingen. En een driehoek. Dit zijn de bekende driehoeken. Lang, kort, lang. Je moet het rustig opzetten. Hup. Je moet er rustig op. En dat doet Saikkinen. Twee. Twee, twee. Vierde set. Ook nog wel te doen voor de Turk.
Timisis. Het is een haar geweest. Kun je misschien nog wel een keertje zien hoe die missen gaat. Ja, nog een keer. Ik denk, nou, die loopt er lekker op. Het is toch wel een heel klein verschil hoor. Tjonge, tjonge. Net mis, 2-2. Losse band voor Blomdaal. Lang, kort, lang, rode bal, gele bal. Mag niet te dun, te dik. Vooral niet te dik. Niet vol op de rode, want dan is hij mis. 1. Precies goed. En een goede positie voor de volgende. Kamer rood, gewoon een driehoek. En eigenlijk krijgt hij steeds weer een behoorlijke positie. Dat heeft ook met het spel te maken natuurlijk. Hij kan hem van geel spelen, ook nog van rood. Twee mogelijkheden. Voor de 16e keer dat dit toernooi in dit cultureel centrum in Oostraat wordt gehouden. Hij speelt hem dun. Maar dat is wel verstandig. 5. 7-2. Kan goed van rood. Half dik. Dat je half doorschiet die rode naar uitkijken dat je niet klost. Nuttige serie in deze fase, derde beurt in de vierde set. Misschien wel weer een doorslaggevende serie. Dat je half doorschiet die rode, wat gaat er precies mee gebeuren? Ja, die is weg die rode. Ja. Zes. Kan hij nog dun achter de gele? Dat doet hij. Nu moet de zevende worden. Laat hem achter de rode komen. Dus dun langs de gele. Ach.
dit nou? De eerste 6, Raymond. Een rare bol. 6. 6. Nou. 8 voor Blondal. In totaal. Goeie kans voor Saigoneer om het terug te doen. In deze derde beurt. 1. Hij zal ook wel moeten, want hij zat 8-2 achter. En 2-1 in sets. Dus Saigoneer's lot hangt aan een tamelijk dun draadje. Dit had ook los, zeg. 2. Mooie bal. Echt een mooie bal. En je ziet het ook aan Blondal. Die zit op zijn stoel even te knippen met zijn vingers. Dat is toch wel een bewijs van waardering. Je kan ook een klein klapje op de dijbeen geven. Dat is nog meer waardering. Dat doet Kellemans vaak. Achter de witte kan dat nog. Losse band. Ja, dat kan. 3. Dat was een 2 keer lange band en toen korte band. Het, Saigoneer die toch weer even zijn ritme schijnt terug te vinden. Acht, vijf nog achter, maar nog wel mogelijkheden voor meer, denk ik hier. Wit die stuurt hij weg. Die is weg. Die komt in de buurt, maar is net weg. Kijk, die witte loopt net goed. Net te goed voor langs. Acht-zes. Achterstand. Prachtige comeback, zou je kunnen zeggen, van Saigoneer op dit moment. Probeert er nog wat aan te doen en dat doet hij dan ook. Hij moest van links moeten stoten nu. Kan hij ook, denk ik wel. Ja, tuurlijk. Kunnen ze allemaal. Of kan hij nog rechts? Ah, dit is prettiger als je hem zo kan spelen, want dan kan hij hem vol in het effect zetten. Maar hij twijfelt toch. Het is toch een beetje ingewikkeld voor hem. Hij doet dit, maar hij gaat lang over de tafel. Kan hem nog rechts spelen. Moet op de lange band zien te komen daar. Kort, lang, lang. Kort, lang. Is je niet te kort? Is je niet te kort? Ja, is te kort. Ja, het gevaar, hè. Hij voelde dat een beetje. Daarom dacht hij er zo lang over na. Dan had hij misschien liever de andere kant op gespeeld. En links was misschien nog beter geweest. Maar dan had hij waarschijnlijk onvoldoende vertrouwen in deze Saigoneer. Je mag Blom dan niet te veel kansen meer geven. Met de stand 8-6. Alhoewel een hele goede biljarter is hier ook een soort talenwonder. Blom dan spreekt heel veel talen. Oeh, die ligt niet lekker. Ik denk dat hij wel naar rood gaat spelen, terwijl we nog een keer kijken naar die kernbol. Nou komt hij zodanig ongunstig aan op rood dat je toch een hele vervelende bal krijgt. Dan kan hij hem van rood spelen.
Dat gaat hij dan ook doen. Of toch maar niet. Kijk, even geel is verdediging als hij mist. Maar hij moet zo akelig goed gespeeld worden. Hij ligt scheef. Heel dunnetjes. Denk ik. Heel dunnetjes. Hij is dun. Hij is dun. Is hij ook goed? Hij is goed. Nou, dit lijkt me de doorslag voor Blomdahl in deze vierde set. Dat hij zo'n bal nog even meepikt, toch ontzettend moeilijk. Dan komt hij steeds dichter bij de finish. Forst erin. Uit de klos. 3. 11-6 voorsprong. En een goede positie op het veld. 11-6 voor Blomdahl in de vierde set. Staat 2-1 voor de sets. Dus normaal gesproken maakt hij in de vierde set een eind aan het verhaal. Maar wat is normaal? Mogelijkheden voor meer. Meer dan een serie van 3. Ah, die is goed gespeeld hoor. Echt goed gespeeld. 4. Hij speelt hem op dikte. En kijk eens wat er ligt. Heel goed, heel goed. En 3. De finish longt voor Torbjörn Blomdahl. Vorige week was het 6e toernooi in Spanje, in Lugo. Daar won Blomdahl ook in die finale en van Jaspers. Dus ja. Vorig jaar won hij hier de finale in Oosterhout van Nelin, de Deen. Nu dreigt hij ook weer de finale te gaan winnen. Ja. Okay. Nog 2. 13-6. En die zesde lijkt me ook redelijk maakbaar. 13-6 voorsprong. Nou, dan hebben ze het vlot gedaan als het direct afloopt. Ruim 1,5 uur. 4 sets. Zit erop. Nee. Zit er niet op. Ik denk, zit meer effect in. Zit weinig effect in. Hij kijkt zelf verontwaardigd eigenlijk over zijn eigen misser. Want je denkt, nou, die heeft toch vol effect op die laatste bal. Maar Noppers, kijk eens naar die bal. Je denkt, die pakt toch even die gele. En dan krijgt Blomdahl alsnog een kans. Pardon, sta ik hier neer. 13-6. Hij moet er wel een trekker nu hoor. 13-6 achter. Het is vierde beurt pas. Klasse. Klasse bal. Onder deze omstandigheden weer een tikje op de keu nu van zijn tegenstander. Ja, het zijn tenslotte ook teamgenoten. Kennen elkaar door en door. Kennen elkaar spel, elkaars krachten, elkaars zwakheden. En Blomdahl, ja, is toch wat beter. Dat weet Saiginer en dat weet Blomdahl zelf ook, maar je moet het altijd maar aantonen. Dat heeft Kernemans 20 jaar lang gedaan, dat hij toen niet de beste was, maar die had veel minder weerstand. Niet om op Kernemans zijn prestaties af te dingen, maar die had veel minder tegenstand dan Blomdahl tegenwoordig. Blomdahl heeft Jaspers als grote concurrent en Saiginer,
Codron, Zanetti, Nelly, noem allemaal op. Oersterke spelers. Dat is spannend. We zijn hier neer. Nee. Een losse bander is altijd risky. En hij geeft een hele goede bal weg. Nog twee voor Blomdaal. En hij wint het toernooi. Voor de derde maal in Oosterhout. Wat een balletje. Kijken we dat nog terug zien. Ja, dat zien we nog even terug. Kijk eens. Pip. De korte bandjes. Een halve kunststoot. Nou, de laatste is eigenlijk een driehoek. Hij kan hem achter de rode laten vallen. De beslissende carambol hier voor Torbjörn Blomdaal, de Zweed, 39 jaar, woonachtig in een plaatsje bij Stuttgart. Nog één carambol, hij wint hier de finale van het wereldbekertoernooi in Oosterhout. Valt hij achter de rode? Doet hij. Ja, subtiel gespeeld. Blomdaal maakt het keurig af in de vijfde beurt en wint met 15-7 de vierde set. Dat wil zeggen, het licht gaat hier nu uit. Ook voor, nee, het gaat hier een klein beetje aan, maar in elk geval, hij wint in vier sets van Sy Guinier. 15-3 in de eerste set voor Sy Guinier. 15-6 voor Blomdaal in de tweede set. 15-13 voor Blomdaal in de derde set en 15-7 in de vierde set. Kortom, een waardig grootskampioen deze Torbjörn Blomdaal. En een winnaar van de wereldbeker voor de 8e maal in zijn carrière op 15 edities. Dus meer dan 50%. Hij is de grote biljarter van het driebanden. En Sy Guinier is een eervolle verliezer hier in Oosterhout. Eindigt op de tweede plaats. Derde plaats in het wereldbekerklassement, eindklassement Jaspers, vierde Zanetti, vijfde Negrin, zesde Sanchez. En ik vind dit een mooi moment om terug te geven aan de studio in Hilversum. Goed, wij gaan schaatsen, want donderdag.